Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag heb ik jaarlijks terugkomend op mijn kanaal, oftewel quality content. Ik ga kijken naar ons 58 optreden voor opnieuw 40.000 mensen. Ik moet wel zeggen dat vroeger was het voor mij een makkelijke video. Eerste jaar hadden we 5 minuutjes. Reageren op 5 minuten, dat is top. Vorig jaar werd het al wat lastiger, 10 minuten. Nu moet ik op 20 minuten gaan reageren. Dit wordt echt... Dit is voor mij echt werken, dames en heren. Dit is voor mij echt werken. We hadden dit jaar weer een prachtige spot op 58. Volgens mij hadden we van 4 uur, van 10 voor 4 tot 10 over uur, dus 20 minuten waren ze live op tv. Nou, dat was echt... Fantastisch. Ja, dat was weer echt helemaal geweldig. Ik ga jullie laten zien. We hadden ook wat bijzonders meegenomen. Wat je misschien in de titel ziet. We hadden zelf vuurwerk meegenomen. En mensen zeiden achteraf van... Sowieso 58 aan betaald. Nee. Ik kom straks op dat hele verhaal. Maar eerst gaan we gewoon kijken naar hoe het begon. Dames en heren, even een kleine onderbreking. Wat ben ik veilig aan het internet, zeg. Want voordat we verder gaan met de video, iets superbelangrijks. Namelijk, veilig op het internet. Stel je voor op de snelweg rijden zonder gordel. Dan ben je toch gek? Dat is hetzelfde als onveilig internetten. Gelukkig heb je geen gordel nodig tijdens het internetten. Want er is CyberGhost VPN. Met meer dan 17 jaar ervaring en al jaren in de VPN-game... is CyberGhost VPN het middel wat je nodig hebt om veilig te kunnen internetten. Het is eigenlijk een soort van je digitale bodyguard. En wie wil dat nou niet? Het houdt je IP-adres geheim en je connecties encrypted. En dat is zeker van groot belang wanneer je op een public wifi zit. Bijvoorbeeld... in een café, in een hotel of waar dan ook. En om het nog beter te maken, met CyberGhost VPN is het niet alleen dat je veilig wordt gehouden tegen alle gevaarlijke dingen van buitenaf. Nee, het opent ook een wereld van entertainment. Is er een leuke serie online in de Verenigde Staten die nog in Nederland niet online is? Dan kan je het VPN'tje zetten op Amerika en dan kan je het volledige Amerikaanse aanbod bekijken terwijl je gewoon in Nederland bent. Denk bijvoorbeeld aan The Imitation Game. In Nederland nog niet te checken. Nergens. In Amerika zeker wel te checken. Overal series op Prime, Netflix, noem het maar op. Ja, dat wil je gewoon niet missen, man. Dan het allermooiste. Je kan met één abonnement op 7 apparaten tegelijk gebruik maken van een VPN. Dus jezelf op je telefoon, je laptop, je moeders laptop, je moeders telefoon. Ga zo maar door. En ik heb een toffe exclusieve deal voor jullie. Als je nu via mijn link in de beschrijving een 2-jarig abonnement afsluit, dan krijg je 4 maanden gratis. Plus het kost maar 2,03 euro per maand. Bro, dat is oprecht geen geld. En vind je het nou helemaal niks, heb je 45 dagen zonder gezeik om je geld terug te krijgen. Dat is toch top? Dus waar wacht je nog op? Check in de link in de beschrijving en surf veilig. Laat je horen voor Bankzitters. Sowieso shout-out dat hij zegt, laat je horen voor bankzitters. En niet laat je horen voor de bankzitters. Dat is top. Onze naam is Bankzitters. Niet de bankzitters. Dus laat je horen voor de bankzitters. Kijk, dat is een draaiend podium. Dat is echt vet. Want daar, hier zie je zo Rutte heel klein. Daar zo. Ja, leuk. Ja, vind ik leuk. Nee, nou, wie is hier gekomen voor de bankzitters daar? Kijk even dit jassie. Oeh, wat een goede jas hadden wij, zeg. We hadden een zelfgemaakt jas. Ja, ze ziet, zeg maar deze. We hadden niet dat we ergens liepen. Dat we, oh, dat is toevallig. Bankjes met een bank op de zijde. Nederlandse vlag en allemaal dingen. Nee, je hebt wel zo laten maken. Ik heb trouwens goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is echt vet. Het slechte nieuws gaat niet te koop komen. Helaas. Sorry voor de mensen die hem graag wilden kopen. Ook beter. Want die dingen waren hartstikke duur. Als je die moet verkopen, moet je zoveel geld vragen. Dat is het echt niet waard. Kijk die Rut. Ja. Hij vindt het lekker hoor. Ik ook. Kijk, dit is top. Dit is top. Wauw. Voor de mensen die je blik richting mij met die hoogstem erachter, de mensen in Avas weten, dat was ook daar onze intro. Maar die intro in Avas was veel langer. Het is nu een stuk korter, zoals je hoort. Ja, dit is maar echt kippenvel, jongen. En dan sta je erachter en dan heb ik toch een klein beetje spanning ook, kan ik je vertellen. Zijn jullie klaar? Kom er even iemand. Zo sliert opruimen. Schitterend. Kijk, nummer 1 fan. Besef, waarom filmt eigenlijk alles iedereen? Wow, andersom. Waarom filmt iedereen alles? Als in, het wordt gefilmd door 58, plus ik maak er ook altijd nog een video over, dus maak je geen zorgen. Ik ben hier aan het trainen voor. Oh, heerlijk, die jasjes. Ja, maar dit is echt een van de beste dingen die we ooit in ons leven gekocht hebben, denk ik. Wauw. En voor de duidelijkheid, mensen zeggen, jullie playbacken? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Hier wil ik gelijk een stokje voor steken. Wij playbacken niet. Wij zingen live, alleen staat het bandje ook aan. En dus hoor je het samen. En zeggen mensen ook, jullie zingen met autotune. Dat klopt. Ja, dat is wel waar. Ja, dat klopt wel. Maar dat is echt beter voor iedereen hoor. En daarnaast, heel veel artiesten spelen, zingen met autotune. Ik ga niet exposen hoor. Maar echt. Heel veel. Veel mensen om je heen, maar je bent zuinig met je lach. Kijk, je hoort gewoon dat Roel zelfs met autotune gewoon nog vals zingt. Dus je hoort gewoon dat we ook live zingen. Je hoort het toch? Je bent niet dom. Hey, even kijken hoor, wat de reacties zijn. Eerlijk, deze gasten hebben toch het beste van alle YouTubers samengegroeid. Enorm echte vrienden om ze filmen. Geniale opmerking. Daarna is de comment. Niemand is zo'n beast als Ron Jans. Juist. En dan Gaston State Performance. Zo. Oh. Gaston State Performance enorm gegroeid. Ik zweer het je. We gaan op een punt komen ooit dat wij zonder bandje zingen.
Dat we gewoon zingen, gewoon zelf. Ik zweer het je, daar gaan we echt komen. Alleen, kijk, uiteindelijk moeten mensen moeten ook niet gaan huilen. Ja. Dat is een beetje ding. Kijk, we hadden dus ook allemaal van die Easter eggs. Dat zijn niet echt Easter eggs, dat zijn best makkelijk te zien. Op onze linkermouw. Milo had bijvoorbeeld dus een hamburger en een Pirif Milo sticker. En aan de andere kant hadden we dus allemaal een Nederlands elftal vlag en een bank. En behalve Rob, die had een Brabant vlag. Nou, geniaal. Ja, ik had dus de Cupido vlag en een Satisfy. Ik weet ook niet precies waarom dat op mijn arm stond, hoor. Weet je precies. We hadden dus achterop hadden we dus Bank for Life. Want dat is natuurlijk Bank is for Life. En dan daaronder de grootste vriendengroep van Nederland. Want iedereen die dit kijkt, die is een onderdeel van de vriendengroep. Behalve als je alleen mij kijkt en niet Bank zit. Wat ik goed kan begrijpen. Want Bank is natuurlijk een beetje kinderachtige content. Dit is echt sfeer volwassen content. Laat me voor de verandering even deze mooie zonnebril op doen. Had ik ooit al verteld dat ik deze zonnebril dus een jaar geleden. Spijt, je blik richting mij en de dingen die je zei. Oké, mensen, wat er nu gaat komen trouwens, dit is even iets minder. Ik wil die kwijt uithaal even doen, maar ik pak hem niet lekker. Het is niet waar, ik heb moest zoeken tot ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het waar. Ja, dat was hem niet, hè. Nee, mensen, ik ben gewoon eerlijk met jullie. En laatste tijd gaat het zingen hartstikke goed, hoor, maar dit was hem echt niet, hoor. Als je hier zo staat met z'n vijven naast elkaar, dat is zo lekker. Dat is echt een trots moment heb ik dan. Ik mag het zeggen, want ik mag zeggen trots moment. Waag het niet om jullie om te zeggen dat jullie trots op ons zijn. Waag het niet. Je bent niet trots. Je bent trots. Als je je VTC diploma haalt, dan ben je trots. Niet omdat wij hier ons werk doen. Ah, werk. Je krijgt hier 0 euro voor. Ah, kijk die achterkant. Dit is toch top, mensen. Jezus, wat een goede jasjes, man. Ik ben zo blij dat ik het jasje heb en jullie lekker niet. Nee, wel lekker. Ah, Rut. Ook geniet, hoor. Heerlijk. Ja, daar hoor je me zachtjes. Ik deed een beetje weg, maar dat klonk iets beter. Maar met name die eerste uithaal van mij, dat was echt, dat was geen pretje. Nee. Wat leuk hier te zijn! Woe! Heb ik een beetje zin in! Wauw. Wauw. We hebben vandaag van 58 2 uur gekregen! Nee, dat is niet helemaal waar. Wat een leuke prank, dames en heren. 2 uur. Zouden veel mensen geloven? Ik denk het niet echt. Hey meisje, heb je plannen vannacht? Banger. Wil je mee op mijn fiets en achterop naar de stad? Dat er een valt. We zeggen dat sindsdien hebben we 4 nieuwe nummers uitgebracht. Sinds vorig jaar. Offline beschikbaar. Was het niet helemaal. Als in, was wel een leuk nummer, maar toch niet helemaal. Cupido. Banger. Slaaptekort. Oké. En Entourage. Absoluut banger. Dus we zijn echt aan het upgraden, dames en heren. Dus misschien volgend jaar weer 4 nieuwe nummers. Ik hoop wel meer zelfs. Gaan we zien. Maar komen, wij hebben trouwens wel nummers op de plank liggen, mensen. Dat is echt niet normaal. Dat is echt. Oh. Want dan doe ik een ja, die stiekem niet mag. Check dit, man. Check hoeveel mensen dit zijn, man. Check dit. Dit slaat toch nergens op? Yes. Nou, de gek vuurwerk hebben we weer gekregen. 3 vlammetjes en wat CO2. Bro, wat is dit shop? Bro, luister. Als je nou helemaal niet naar je zin hebt, waarom ben je er dan? Waarom zingt hij niet mee? We worden niet goed gezet door de regie, maar ik zeg je eerlijk. Oh, wauw. Bro, waarom worden wij door de regie zo slecht gezet? Cupido. Wauw, wat een banger, man. Heerlijk. Hebben jullie allemaal een beetje een leuke koningsnacht gehad? Waarom praten we zo boos? Hebben jullie allemaal een leuke koningsnacht? En wie heeft het laat gemaakt? En wie heeft er nu slaaptekort? Kijk, wat een geweldig bruggetje naar slaaptekort. Kijk, dit is een goed shot, man. Schitterend. Mio loopt tegen de camera. Hier. Boek! We zijn dat mat. Je hebt een keukenrol, Jans. Rol, Jans! Keukenrol! En Cristiano Ronaldo Sui op zijn arm staan. Die celebration van Ronaldo heeft mat op zijn arm. Dat wil hij zelf graag. Natuurlijk zo'n trieste gozer eigenlijk. Zo triest. Ik vond het trouwens sowieso heel niks van ons dat we met hem nog deze shows wilden doen. Dat was natuurlijk knakt, hè. Was zwaar genakt. Nou, hoe? Hoe ga je heen, jongen? Hoe komt terug? Ik kan me niet herinneren dat hij daarheen was. Oh, hij is ook heel snel terug. Yes! Die truitjes. Oh, wauw. Oh, wauw. Wat een showmannetje bij me eigenlijk. Ongekend. Oh, we gaan naar Bali. Die is toch zo zalig, die Bali. Bro, zit daar nou dezelfde guy in het paarse bankjes shirt hier? Diezelfde guy als vorig jaar. Ja, hier. Kijk, dit is sowieso dezelfde geezer. Ik ben er niet gek. 100p. Hij heeft zelf hetzelfde nectar shop. Legend. Legendary. Komt ie. Ik kom niet naar je token voor een kleine kop. Echt lekker, man. Maak me maar belachelijk, noem me maar respect. Die respect is mijn rekening spraak. Koude, man, die vent zit helemaal mee alles mee te rappen. Solo doet, noem ik de
Wat doet die man nou weer? Wat doet die man nou weer? Ik heb gouden platen en platina. Ik heb van alle drie die dingen geen aangevraagd. Heb geen zorgen voor mijn tijd hierna. Zie je mij in je dorp, heb ik saaf gemaakt. Haha, mooi roze man. Ciao naar jou vriend. Stapelgek heerlijk. Dit is een mooi stukje dit. Kijk, lopen ze, bank for life. Lopen ze jongen. Ik wil alleen de vrienden van jou hebben gekregen. Oké, Breda, we gaan even een wedstrijdje doen tussen de linkerkant van het veld en de rechterkant. En voor de duidelijkheid, als je het vanuit dat oogpunt ziet, dan zegt Matt het verkeerd om. Matt zegt het zelf ook verkeerd om, hè. We gaan tussen de linkerkant en de rechterkant. Alleen, als je dat niet doet, dan snappen mensen er geen reet van. We gaan in ieder geval links en rechts stapelgek doen. We gaan nu kijken wie er gewonnen heeft. Ik ben benieuwd. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf die one zit je vast in mijn hoofd. Dit is niks. Als jij langs loopt, staat mijn hart stil. Zijn alle pijntjes heel leven verloopt. Nee, easy win, komt ie. Ik ben stapelgek. Ja, dit is toch geen vraag, man, dit. Wauw. Schitterend. Breda, ik heb een bizar belangrijke vraag hier. Wie is hier gekomen met zijn of haar entourage? Nou, dit is toch top. Die entourage ging niet normaal. Entourage spendt mijn salaris. Ik zie hier een guy, die beveiliger hier, die hier tevoorschijn komt. Hij heeft er geen zin meer in. Hij denkt, oh, niet nog zo'n nummer. Hij denkt, oh, nee. Ik ben blij dat je niet in beeld was, trouwens, bij deze. Want ik deed zo 1, 2, 4. Want ik kreeg het even niet voor elkaar om drie vingers te doen. Dus ik stond voor lul. Ik zag allemaal mensen me uitlachen die daar vooraan stonden. Fuck you. Dat je dat even weet, fuck you. Niet normaal. Niet normaal. Heerlijk. Zou het een film zijn, denk je? Of zou het meevallen? Voor ons laatste nummer. Kijk, hier komt het. Een kleine verrassing geregeld. Hier komt het. Daar zou je hem toevallig hebben. Vorig jaar vonden wij dat we best wel weinig vuurwerk hadden. Ja, ik weet niet of ik het kon herinneren, maar vorig jaar had ik het erover dat ik het zo jammer vond dat we zo weinig vuurwerk hadden, terwijl die eindshow wel veel vuurwerk had. Dus hadden we nu besloten. We gaan zelf vuurwerk inkopen. En mensen die zeggen, jullie hebben het niet zelf gekocht. Ik zweer het, jullie hebben het zelf gekocht. Ik ga jullie straks ook vast wel vertellen hoeveel het gekost heeft. Even voor de duidelijkheid, ook andere mensen zeiden, Ze kopen gewoon wat geld voor die show krijgen. Nee, bij die 58 shows krijg je eigenlijk niks betaald, omdat je daar gewoon heen gaat wat vet is. Dat is gewoon hoe het is. Dus we hebben gewoon echt uit eigen zak vuurwerk gekocht. Ik zweer het je. Dus wij hebben deze knop. En als we hier zo meteen tijdens het laatste nummer op drukken, dan kan ik niet eens uitleggen hoeveel vuurwerk er gaat komen. Heel eerlijk, wij hadden geen idee. We hadden een render gezien van het vuurwerk. Dat was heel vet. Maar wij wisten niet of het ging lukken, of het afging. We hadden geen flauw idee. Dus voor ons was dit echt zo spannend. Want heel veel mensen dachten ook van, oh, ze gaan niet echt met de knalert komen, weet je wel. Maar nee, we hadden echt spanning, man. Wat een heerlijke remix, man. Echt vet gefilmd ook, man. Kaolo ziek, man. Besef dus dat dit was nog een stuk verder geweest als het gewoon avond was geweest. Maar goed, we hadden geen avondspot, dus het moest nu. Dat was het ding. Dit was 8 seconden vuurwerk, dames en heren. Ik wil eigenlijk niet vertellen hoeveel het kost. Ik weet niet of ik dat mag vertellen. Dus ik heb besloten dat ik het op een briefje ga schrijven. Dit was ongeveer uit eigen zak betaald. Ja. Dat is wel duur, man. Ik zeg je eerlijk, voor 8 seconden en het was echt vet, hoor. Ah, het is wel dik, man. Ik vind het wel dik. Ja, gewoon dik. Heerlijk. We hebben het gewoon op zijn kop gezet. Dat ben ik blij mee, man. Bedankt voor het kijken, dames en heren. En vergeet niet, link in de beschrijving. Koop CyberGhost VPN voor €2.03 per maand. Krijg 4 maanden gratis via mijn link en surf veilig.